In het socio-project in Eygelshoven heeft maandagochtend een incident plaatsgevonden. Een defecte waterleiding heeft aanzienlijke waterschade veroorzaakt. Zand is eveneens het gebouw binnengedrongen, meldt de pandbeheerder. De leiding buiten gesprongen, want alle zand is naar binnen lopen. Het is een grote leiding? Ja, volgens mij wel. Ze hebben buiten net alles afgedraaid. Wat is er nu allemaal onder water? Alle gangen en alle kleedlokalen. En de gymzaal zie je? En de gymzaal. Het staat er te hoog. Mijn kantoor is ook onder water. Dus. Zand ligt er. Zand. Dat is zandbak. Personeel van het socio-project en de brandweer bundelden hun krachten om de overstroming te beheersen, terwijl experts van waterleidingbedrijf WML de oorzaak van de leidingbreuk onderzoeken. De totale schade en verdere gevolgen zijn momenteel onbekend.